Mag ik even inbreken? Ja, dat mag. Wat vindt u ervan vanavond? Oh, ik vind het hartstikke leuk. En het kostuum wat u aan heeft u dat zelf bedacht? Ja, helemaal zelf bedacht, maar twee vriendinnen. En wat stelt u voor? Nou, lees maar, we gaan brommers kijken. En de mannen mogen meekijken. Dus, En heeft uw man al door dat u het bent? Nee, dat raden ze nooit. Ze raden mij nooit. Dat is het leuke van deze avond. Goedenavond, stadspresident. Goedenavond. Hoe is het wieverbal ontstaan? Het wieverbal is al in 1955 ontstaan, 55, 56. Het is eigenlijk in het allereerste seizoen van de Kronige Zwanen hebben ze een oude wieverbal, toen nog het oude wieverbal, hebben ze georganiseerd. Met carnaval hebben de vrouwen, normaal gesproken, hebben ze maar een bijrol. Maar op het oude wieverbal zien de vrollies van ene avond de boos. Van vroeger en nu. Wat is het verschil daarvan? Heel groot verschil. En wat vond u mooier? Wij hadden vroeger oude rotzooi hoor. En nu? Nog glitter alles. En nu is het een nieuwe stijl. Is ook goed. Is wel goed? Ja, natuurlijk. En hoeveel jaren komt u hier al? Vanaf het begin. Wij zijn hippies, eigenlijk hè. Brommerskiek is ook wel een beetje hippietijd. Dus, nou ja, bij deze, hippies. En uw man heeft niks van het kostuum gezien? Nee, helemaal niks. Nee, dat is wel een best bewaarde geheim, denk ik. Dat is wel heel stiekem allemaal. We zijn hier op de